Aan tafel, Tom Hofman, Giovanka, Juri Honing, Jet Bussemaker en Patricia Pai. En de vraag is heel simpel. Waar maakte Bowie de meeste indruk? Wat wil je graag nog laten zien van David Bowie? Nee, ik heb heel veel nummers. Het is ook een beetje voor mij de soundtrack van mijn leven. Ik kan me ook geen feest voorstellen zonder Let's Dance. Maar ik vind het nummer Boys Keep Swinging heel erg mooi. Mm. Omdat dat eind jaren 70 ook gaat. Het is een viering eigenlijk op seksuele ambiguïteit. Mm. En Bowie was een van de eerste die eigenlijk alles tussen mannen en vrouwenrollen liet vervagen. Zonder codes, zonder conventies. Mm. Nou, en dit is heel mooi. Het is 2 jaar voor MTV. De BBC die had het goedgekeurd, maar die hadden geloof ik alleen naar de eerste minuut gekeken waar Bowie in een heel strak pak staat te zingen. Maar daarna gebeurt er wat anders en zie je hem als travestiet. Mm. En op het eind smeert hij alle make-up in één veeg van zijn gezicht. En daarmee is hij ook een tijdsbeeld voor de jaren 70 en voor vrije seksualiteit. Boys Keep Swinging. Patricia, ja. Tot slot. Nou, David Bowie. Ja, ik zou je vertellen, ik heb hem in 69 voor het eerst ontmoet. We deden samen een songfestival in Malta. Of op Malta. En hij was een zweverig persoon toen. Hij heette nog David Jones. Hij had George Martin voor de gezelligheid meegenomen. En wij waren eigenlijk de jongste van al die mensen. En ik was natuurlijk een popmeisje, dus wij voelden ons ontzettend aangetrokken. En heb daar hem heel goed leren kennen. Hij was toen al bezig met al zijn ideeën. En wij maakten strandwandelingen samen. Hij was een knuffelaar, hij wilde constant maar knuffelen. En heel lief. En hij zong constant Ground Control to Major Tom. En het bleef hij de hele dag met die gitaar maar spelen. Hij had net de Laughing Gnome, had hij opgenomen. En dat was uit, maar dit was zijn nieuwe single, zei hij. En de hele dag ging dat maar, dat ene dreunende. Ik denk, wat een kutnummer, joh. Ja, want zo hoor je natuurlijk niks verder. Laat het nou natuurlijk een van zijn grootste hits worden. En later kwam naar Malta zijn vrouw toen, Angie. En wij gingen samen lekker praten met elkaar. Leuk, ze waren heel gezellig. Ze nodigden me s'avonds uit naar hun kamer of we een trio konden doen. Ik zei, nou, daar was ik nog niet klaar voor. Hoe oud was je? 20. Oké. Okay. Ja. En toen later in 1973 deed ik Grand Gala du Disque. Moest ik de backing vocals van al die artiesten doen. Dat was heel groots toen, hè? Mm-hmm, zeker. Ja, dat was Willem Duis die dat presenteerde. En hij komt de zaal binnen en begon gelijk te zwaaien naar mij. En ik kon natuurlijk niet zwaaien, ik stond bij het orkest en zo. Ik denk, nou, wat leuk, hè? Een paar jaar verder gelijk wist hij het. En na afloop heb ik nog even met hem gedronken wat. En zei hij tegen mij, jij gaat met me mee naar mijn hotel. Oké. Okay. Ik vond het nou wel interessant, want intussen... Ja. Dat was met... Ga door. Op. Ja. Kijk, toen ik hem daar op Malta liep hij met een lendendoekje over het strand. Vond ik wat minder aantrekkelijk. Maar nu vond ik hem toch een stuk aantrekkelijker. Dus ja, we hebben een hele lange nacht gehad toen. Gezoend, zo. Nou, wel meer. Ja. Dus, en zo hebben we eigenlijk altijd wel contact gehouden. Leo, we plaatsen wel eens voetnoten bij de popgeschiedenis. Maar kende jij deze interessante... Deze voetnoot... Ik wist dat Patricia een hele goede achtergrondzanger is. Maar daar stond... Ik heb dat heel lang niet verteld. Maar laatst in mijn boek dacht ik... Ja, weet je, het is toch wel eigenlijk uniek. Omdat ik hem echt van het begin af aan heb gekend. En het is een ontzettende warme, lieve giver. Weet je, hij is geweldig. Mm-hmm. Ja, nee, ik krijg nu een heel ander gevoel erbij. Ja. Hij is altijd contact blijven houden met mij. In New York heb ik hem nog een keer ontmoet. Ik heb hem in Zwitserland nog een keer ontmoet. Hij vraagt gewoon, kom je weer nou even naar me toe? Even weer lekker kletsen. We hebben dat hotel ook ontzettend blow gemaakt. In die tijd had hij nog wel met Angie? Ja, maar dat interesseerde hem geen ene moer. Okay. Zullen we lekker naar Speciality gaan luisteren? Ja, leuk. Heb je alles verteld wat je wilde vertellen? Ja, ik denk het wel. Ja, okay. Ik heb het heel snel verteld. Ik kan in details gaan. Maar... Nee, nee. Het is fijn zo. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want
to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.